Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Ja, het wordt een week volgens mij met waanzinnig weer. Dus ik heb helemaal zin om lekker veel in onze tuin te gaan zitten. Ik heb nu deze heerlijke jurk aan van Alex de Label. Ik ben namelijk ook even wat content aan het opnemen, samenwerkingen. Ik heb een superleuke samenwerking met Steve Madden. Allemaal schoenen van hun binnengekregen, dus dat ga ik even doen zo meteen. En dan lekker met de jongens en Coco en Wout in de tuin zitten. Ja. Oh, ik heb dit echt nodig. Oké, de content is gemaakt. Het is wel grappig om te laten zien, want dan zien jullie hoeveel foto's ik maak totdat ik de juiste foto heb. Ik denk letterlijk 400. En dan vind ik mezelf op 398 foto's afschuwelijk. En dan zijn er twee foto's dat ik denk, ja, dat kan ermee door. Die zijn leuk. Ik dacht zo grappig om te laten zien dat het echt niet zo is dat je één foto maakt en denk je, ja, dit is hem of zo. Ik had dit dus letterlijk een uur geleden helemaal opgeruimd. En ja, je knippert met je ogen en het ziet er zo uit. Alles moet altijd op de grond worden gegooid. Wat is dat toch? Ik probeer ze echt uit te leggen dat dat niet de bedoeling is. Maar helaas luisteren ze daar niet naar. Zo, ik ben even boven, want ik ga even bikini aantrekken. Het is echt niet normaal mooi weer. Ik kreeg trouwens de vraag, en dat vond ik wel interessant om te beantwoorden, van hoe doen jullie dat met Coco, met de slaapjes? Leggen jullie haar gewoon overal te slapen? Of leg je haar de hele tijd in de co-sleeper, die naast het bed staat? Daar. Oh, ik kan niet wijzen. Daar. Dit is wel grappig, want met de jongens deden we het zo anders. Kijk, Wolf en Luca waren natuurlijk een tweeling. En we hoorden van veel ouders, tweelingouders, van je kan maar beter meteen een strak regime hebben. Ja, dat ze echt, zeg maar, hetzelfde ritme hebben. Want anders word je gewoon helemaal gek als tweelingouder. Want dan is de een wakker, dan slaapt de ander. Dan gaat de een uiteindelijk slapen. En dan wordt de ander weer wakker. En zo heb je letterlijk nooit één moment voor jezelf, niet eens een half uur, want ja, dan is gewoon het hek van de dam wat betreft wanneer willen ze eten, wanneer willen ze slapen, je kan er geen pijl op trekken. Dus toen hebben we echt gewoon om de 3 uur gevoed en dan waren ze heel eventjes wakker en dan legden we ze weer ingebakerd in hun eigen wiegje boven in de slaapkamer. En ze sliepen nooit ergens anders, behalve in hun eigen bedje eigenlijk. Dus niet random op de bank of op het kleed of nou ja, wherever. En nu met Coco doen we dat zo anders, want ze bepaalt haar eigen ritme. Dus ik doe echt voeden op verzoek met borstvoeding. En ze gaat gewoon de hele tijd vooral met mij mee gedurende de dag. Dus dat betekent dat ze in de tuin ligt, op de bank, op het kleed, ja, echt overal. En als ze behoefte heeft om te slapen, dan valt ze gewoon in slaap. En als ze wakker is, dan is ze wakker. Dus we leggen haar eigenlijk alleen in haar bedje, in de co-sleeper dus, als wij ook gaan slapen 's avonds. Dus meestal is dat tussen 9 en 10 ergens, soms tussen 10 en 11. En dan slaapt ze gewoon de hele nacht in de co-sleeper. En dan vanaf een uur of ja, 7 uur 's ochtends, 8 uur 's ochtends, dan gaat ze gewoon mee met mij. En ja, kan ze letterlijk dus overal slapen. Kinderwagen, you name it. En ik merk dat dit wel heel fijn is, omdat ik natuurlijk dan ook veel met de jongens ben en in de tuin. En dan weet ik gewoon meteen wanneer ze huilt, wanneer ze mij nodig heeft. Ze is altijd dicht bij me. En ik hoef nu niet per se ook een heel strak regime met haar. Het is gewoon meer go with the flow. En dat hele schema, weet je wel, dat komt wel. Het is echt grappig hoe dat dan heel erg kan verschillen met hoe we het toen deden met de jongens. Want nu heb ik zoiets van, ja, prima, weet je wel. Ze is gewoon lekker bij mij. En als ze zin heeft in mijn tiet, dan geef ik haar de tiet. En ja, zo gaat het eigenlijk een beetje. En tot nu toe gaat dat dus heel goed. En ik was echt van mening van, oh, je moet echt je kind altijd in hun eigen bedje leggen. Bij elk slaapje, want dan slaapt ze gewoon het allerbest. En ik merk dat dat, nou, niet per se het geval is. Ik weet natuurlijk niet wat voor effect dit heeft later. Als ik natuurlijk Coco jarenlang bij mij laat en heel veel ook natuurlijk in mijn bed laat slapen naast mij,
kan me voorstellen dat het uiteindelijk wat lastiger wordt met haar een eigen kamertje geven, een eigen plek. Maar ik heb zoiets van, dat zien we allemaal wel. Nu voelt dit gewoon goed. En ja, ze slaapt ook echt niet normaal goed. Waanzinnig. Ik moet dat meteen afkloppen. Want ik ben als de dood dat dat verandert. Zo, dit is een lekker troepje. Maar ik laat het even voor wat het is. Ik heb een heerlijke fruit bowl voor mezelf gemaakt. En ik ga hier in de tuin liggen. Heerlijk, met Cocootje. We hebben een zwembadje. En de jongens zijn aan het vullen. Zo, die is vol, Luke. Wow. En de gieter ook nog erbij. Nou, er komt wel steeds meer water in. En ja, wat is hij aan het doen? Drie keer raden. Ik had geen zin. Dus ik dacht, nou, wat ga ik dan doen? Dan ga ik het dus juist doen. Hij had geen zin. Toen dacht hij, dan ga ik het juist doen. Wat moet je dan gaan doen? Trainieren. Trainieren. Dus, het kan altijd en overal. Is gewoon zo. Toch nog? Zie je Rolf, zegt het. Ja. En ik heb een nieuwe bikini aan. Die had ik besteld toen ik zwanger was. En toen dacht ik, oh, hoe geweldig als ik dan... Oh my god, jongens, mama heeft een nieuwe bikini aan. Oh my god. Oh my god, kijk nou. Nou oh ja. My god. Jongens, mama heeft een nieuwe bikini aan. Oh my god. Nou, hou op met me. Oh my god. En ik was zwanger en ik dacht, oh, ik kan niet wachten dat ik dan ben bevallen. En dan in het nieuwe huis in de tuin ga tannen. En dat moment is nu aangebroken. Hij is van And Other Stories, voor de mensen die het zich afvragen. Oeh, grote wesp. Zo, grote wesp. Wacht even. Ja, wacht, dit is een koninginnenwesp. We hebben zo'n ding, maar doet deze het, Snoef? Ja. Echt? Waar is hij nu? Wacht even. Hij was echt gigantisch. Ik pak wel gelijk even die spray. Welke spray? En wespenspray. Oh, ik schrok me helemaal dood. Jee, ik ben echt geen held met wespen. Ik haat wespen. Doodeng. Zo. Wat ben je goed aan het meehelpen, lieverd? Heel goed. Ik ga zo meteen... Wat zeg je? Kijk, die zijn schoon. Oh, ze zijn schoon, de kwasten. Nou, dat heeft Klo gedaan. Heeft Klo dat gedaan? Ja. Klo is de oppas, Chloé. En die is er. Oh. Nou, even wachten, oké? Ik ga meteen. Hè? Gaat hij de voorraadkast? Mama gaat zo koken. Mama gaat zo koken. Mama gaat zo koken. Gekkie. Je mag misschien wel. Dit zijn kaascrackers. Nee, ik wil die. Hè? Rozijntjes. Oh, dat mag ook. Rozijntjes. Hier, een rozijntje. Ook een voor Wolf. Ja. Die voor mij. Ja. Nou, pas voor mij. Haha. Nou, het is dan meteen tijd om te koken. En thank god hoef ik niet meer na te denken wat ik moet maken. Want ik kook natuurlijk drie keer in de week met HelloFresh. Ik doe dat inmiddels al, nou, dik 2 jaar, denk ik wel. En ik vind het zo fijn. Want al helemaal als je een druk gezin hebt, dan is het gewoon altijd chaos. En dan vind ik het zo fijn dat ik niet nog, weet je wel, op de dag zelf boodschap hoef te doen voor het avondeten. Ik kan gewoon kiezen uit 3 gerechten, want ik laat elke week 3 gerechten komen. En ik vind het ook grappig, want toen ik een paar jaar geleden begon met HelloFresh, toen waren er, nou, echt veel minder recepten. En inmiddels heb je elke week keuze uit 35 recepten, dus er zit altijd wel iets bij wat je aanspreekt. Ik neem altijd de veggie recepten. En het liefst kies ik dan altijd voor de makkelijke, snelle recepten. Die zijn altijd gelabeld met lekker snel. En dan, ja, dan vaak ben je dan gewoon in 20 minuutjes klaar. I love it. En wat ik een enorm voordeel vind, als je dat natuurlijk kiest, is dat het gewoon altijd heel gezond is. Ik kies altijd recepten waar heel veel groenten in zitten, omdat het natuurlijk vegetarisch is.
En ja, dan heb je gewoon sowieso 3 keer de week dat je super gezond eet. En vanavond staat er weer een lekker snel op het menu. Je kan dat altijd meteen herkennen aan het labeltje. En in 20 minuutjes heb je dit gewoon gefixt. Ja, ik hou ervan. En ook tijdens de kraamtijd hadden we natuurlijk super veel familie en vrienden over de vloer die ons wilden helpen. Dus toen dachten we al van tevoren, nou, we bestellen gewoon extra veel HelloFresh. Dus niet 3, maar 5 maaltijden per week. En dus hebben gewoon allemaal vrienden en familie de hele tijd voor ons gekookt. En die zeiden ook van, nou, zo makkelijk, zo chill. Dus dat was ook echt heel fijn. Dus heb jij het stiekem open gemaakt? Jij bent zo'n boef. Oh, hoe kom jij nou weer aan de schaar dan? Gekkie. Dat heb ik zelf open gemaakt. Oké, nou, ik ga koken nu, ja? Ga jij even lekker spelen? Of lekker verhaaltje lezen daar? Ja. Ze worden zo stout. Oh ja, en ik wilde nog 1 dingetje laten zien. Ik heb altijd gewoon die zakken in de ijskast. Want ik ga het nooit helemaal uitpakken dat ik al die ingrediënten eruit haal. Ik vind het chill dat het allemaal gewoon in de zak blijft. En dan hoef ik alleen maar gewoon die zak eruit te pakken. De ingrediënten eruit en klaar. Ja, lieverd. Ja, ik kom kijken. Nou jongens, ik word geroepen. Dus wil je het nou ook een keer uitproberen? Ik heb een kortingscode voor je. Dat is Hello85Elise. En dan krijg je €85 korting op je eerste 4 boxen. Het is voor oude en voor nieuwe HelloFreshers. Want als jij meer dan 3 maanden geleden je lidmaatschap hebt opgezegd, dan kan je deze code ook gebruiken. Nou, dit is echt nu even een zooitje ongeregeld. Al best wel lang. Dus dan moeten we nog even leuk gaan stylen dit. Want dit zijn veel te veel kaarsenhouders op dat ding. Zo zie je maar hoeveel gouden kaarsenstandaard je wel niet hebt. Dat komt dan allemaal tevoorschijn na zo'n verhuizing. En zo leuk, de ouders van Wout hadden al meteen een fotootje ingelijst van Coco. In de maxicosi van het ziekenhuis naar huis. Haar eerste ritje is dit. Hier was ze letterlijk iets van 6 uur oud. Oh, zo lief. Goedemorgen zonder zorgen. Een tijdje terug, dat hebben jullie ook in de vlogs gezien. Nou, waren we natuurlijk heel erg bezig met hoe gaan we ons huis verduurzamen. Toen zijn we uiteindelijk uitgekomen bij Be Solar. Daar zijn we ook in een winkel geweest. Daarin hebben ze ons helemaal geadviseerd hoe we ons huis het best kunnen verduurzamen. Dat kunnen jullie een paar vlogs geleden ook terugkijken als je dat nog niet hebt gezien. Want we wisten wel van tevoren van, nou, we willen in ieder geval zonnepanelen, maar hoeveel dan? Wat is er mogelijk? Een warmtepomp, hybride warmtepomp wilden we heel graag. En we wilden heel graag airconditioning in ons huis. Nou, tegenwoordig heet dat niet meer airco, maar heet dat dus warmtepomp ook. Omdat ze en kunnen verkoelen en kunnen verwarmen. En we hebben inmiddels ook al de installatie gehad. Dat gaan jullie zo meteen zien. Nou, de voornaamste redenen om ons huis te verduurzamen is natuurlijk, ja, het milieu en het geld. Want ja, je gaat aanzienlijk omlaag in de kosten voor het gasgebruik en voor het stroomgebruik. Voor ons huis is de schatting dat het gasverbruik 70% omlaag gaat. Nou, dat is natuurlijk insane veel. En dat scheelt gewoon zoveel op de maandelijkse kosten. Dus dat was voor ons echt ook een hele belangrijke overweging om dat allemaal te doen. Plus, waar je natuurlijk mee begint, is het hele huis isoleren. Dat was natuurlijk een mooi moment tijdens onze verbouwing. Ja, uiteindelijk stonden hier letterlijk ongeveer de buitenmuren alleen nog. Dus toen zijn we alles gaan isoleren. Het dak, dat was natuurlijk heel belangrijk, want al die warmte, het dak was niet geïsoleerd. Ja, dat ging gewoon verloren. Hup, dat gaat omhoog en dat ben je kwijt. Dat is natuurlijk doodzonde. Dus dat hebben we gedaan. Wat hebben we nog meer geïsoleerd? Alle muren van binnen hebben we geïsoleerd en de vloer beneden. Dus eigenlijk hebben we de schil van het huis geïsoleerd. En nieuwe ramen, zegt Wout. Dubbel glas met de hoogste plus waarde. Nou, dat is voor mij allemaal heel technisch. Maar dat is in ieder geval het beste wat je kan doen op dat gebied. Ja, ik vind het zo vet dat wij gewoon nu een huis hebben wat, oké, niet helemaal zelfvoorzienend is, maar... Nou, we gaan wel die kant op. Het is echt bizar wat het allemaal,
ja, voor invloed gaat hebben. Mocht je het overwegen, dan, ja, dan zou ik echt adviseren om contact op te nemen met Bisolar. Ik heb in de beschrijving onder de video ook een linkje. En dan kan je gewoon vrijblijvend een offerte aanvragen of informatie opvragen. Als je ook met de gedachte speelt om op die manier je huis te verduurzamen. Hier komt in ieder geval nu de installatie. Bisolar is aangekomen. Helemaal top. Nou, hier is al het apparatuur. Ziet er erg indrukwekkend uit. Geen idee wat het allemaal is. Maar ze zijn flink bezig in ons huis, dat kan ik je vertellen. Oh mijn god, we staan nu op het dak. En nou, bijna alles is al geïnstalleerd. Oh, zo vet. Is het moeilijk om te installeren? Nee hoor. We doen dit dagelijks. Nee, zegt hij. Als ik het doe, ben ik waarschijnlijk 3 weken bezig. Dat wel. Wat vet, hè? Hoeveel hebben we er nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 stuks. 20 stuks. Waanzinnig. Dat is de laatste. Is dit de laatste? Nice. En Snoef, wat is deze witte slang? Ja, wacht even. Ik wil nog één ding zeggen. Jullie hebben alle dakpannen heel gelaten. Ja, ook wel lekker. Alle dakpannen zijn nog heel. Oh ja. Zorg dat je minimaal 10 dakpannen extra hebt. Dan moet je altijd wel verzorgen natuurlijk bij de klant. Het kan altijd zijn dat het... Ja, dat het niet mee zit. Dat het niet lukt, maar je hebt ze hier allemaal heel gelaten. Dat is heel fijn. Ja. Ja, dat is echt cool. En? Ben je blij? Heel blij, niet normaal. Ja? Echt een droom van ons. Ja, dit is te gek. Heel vet. Ja. En dit betekent dus gewoon dat alle energie, zei ik net op mijn stories ook, maar ik heb het in de vlog nog gezegd, die komt gewoon van de zon. Alle energie. Gratis energie. Schijnen, ja, dat is wel lekker, ja. Lekker. Nou, maar ze halen toch ook nu al lichter uit? Werkt het nu ook al energie? Ja, toch? Gewoon daglicht toch ook al? Als hij hem beneden aansluit, werkt hij gelijk op. Onze slaapkamer ziet er nu zo uit. En hier op het dak zijn ze bezig met volgens mij wat boren, omdat er hier dus een airco komt. Die gaan ze nu installeren, precies daar. En dan hebben we zo meteen verwarming, want er komt warme lucht uit. En koude lucht. Oh, hier staat hij. Hier ligt hij. Dit is hem. Top. Oh, ik had hem groter verwacht. Gelukkig is hij nog best subtiel. Oh, daar ben ik blij mee. Wat is dit eigenlijk? Het is de warmtepomp. Oh, de warmtepomp. Ja. Oké, okay, zo ziet hij er dus van buiten uit, ja. En die twee daarnaast, dat zijn airco's, toch? Ja, voor de airco. Ja, het ziet er heel indrukwekkend uit. Dat is een aardig werkje. Nee, wel een aardige klus, ja. Ja. Nou, het is even later en de airco hangt ook in deze kamer. Helemaal te gek. Ik vond het toch het beste om hem hier in die hoek te doen boven het raam. Want hier vind ik dat hij het minst opvalt in plaats van helemaal, weet je wel, daar. Dat, ja, dat is dan, wordt dan gek met de tv ook erbij straks. En we hebben er een super handige afstandsbediening bij gekregen. Dan kan je het gewoon koelen of... heaten. Ik sta nu in onze eetkamer en hier hebben we dus een airco geplaatst. Dus deze verkoelt of verwarmt dus de hele eetkamer. En dan hier naast de garagedeur in de woonkamer waar we altijd chillen op de bank. Daar hebben we nog een unit. Dit is volgens mij de grootste. Maar die moet ook de allergrootste ruimte natuurlijk verkoelen en verwarmen. Dus nou, helemaal top. Nou, die hangt. Dat ziet er mooi uit. Hebben de jongens niet een snikhete kamer en in de winter is het gelijk verwarming. Ik vind het echt heel netjes. Mooi gedaan. Ja, toch? Ja. Het valt helemaal niet zo erg op. Ik had het veel groter verwacht weer. Ja. Ja, echt goed. Klein en subtiel. Nou, dat was de installatie. Ik ga even speentjes wassen van Coco. We hebben trouwens dit keer voor deze spenen gekozen. Tenminste, die zag ik gewoon laatst liggen bij de drogist. Van, ik weet niet eens meer welk merk. Volgens mij was dit van Philips. Nou, oh wat erg, ik weet het niet meer. In ieder geval, we hadden altijd die bibspenen. Maar daar las ik laatst helemaal een artikel over. Dat dat helemaal de beet van je kinderen vervormt of iets met die kaken doet. En als ik dus naar Wolf en Luca kijk, dan hebben ze inderdaad ook een beetje een soort overbeet volgens mij. Dus ik ben helemaal bang dat dat door die spenen is gekomen.
Dus nu voor Coco ga ik niet meer, ja, dit heet dan een orthodontische speen. Het is een soort plat tuutje, zie je dat? Maar goed, ja, ik hoop dat dit dan geen negatieve gevolgen heeft voor dat gebitje. Het is natuurlijk nooit goed, een speen voor het gebit, maar het is wel echt een lifesaver, een speen. Ik ben trouwens nog steeds verslaafd aan vlokken. Ik ga nu ook even een heerlijke boterham ermee maken. In mijn zwangerschap had ik dit weer helemaal ontdekt. En ja, nog steeds verslaafd. Kijk, dit is dan zo leuk. Dan kom ik naar beneden en dan heeft Wout weer iets van styling gedaan. Want die box stond eerst gewoon op de bank. En nu heeft hij deze twee boeken eronder gezet. En dan denk ik, ja, wat leuk bedacht. Helemaal stylish. Wat heb jij lekker lopen stylen, schat. Dank je. Ik zit in de allerziekste moeilijke... Ik ben zonnepanelen aan het aanmelden. Oh. Want nu leveren we gewoon stroom aan het net, maar krijgen we niks terug. En als je terugkrijgt, dan ga je natuurlijk ook nog meer verdienen. Hè? Hoe bedoel je? Nou, dit wist ik niet. Nou, nu is het nog zo dat als je... dat gaat volgens mij wel veranderen, maar nu is het zo dat als je te veel stroom wat je opwekt door de zon, dat lever je terug aan het net. Oh, dat verhaal, dat hadden ze verteld. Ja, dat betaald. Dat dus is lekker. Als je meer opwekt dan verbruikt, wat bij ons nu zo zou moeten zijn, dan ga je dus zelfs er geld op verdienen. Het is niet veel, maar je hoeft niet te betalen en je krijgt zelfs een beetje terug. Oh. Zo heb ik het begrepen. En volgens mij gaat dat er dus wel uit. Volgens mij gaat dat naar nul. Ik weet niet wat ze dan gaan doen met die overgebleven. Nou, dat is wel lullig. Maar ik heb het dus nu... Ik ga een brief schrijven naar de overheid. Doe dat maar. Maar ik moet dus nu een IQ 67-2-INT. Oh ja, oké. Nou, ik ga snel weg. Ik laat gelijk onze nieuwe matten zien. Die we wel op maat moeten snijden nog. Maar dit is waanzinnig. Sorry, hoe leuk is deze deurmat? Deurmatten zijn altijd zo freaking saai. En toen ontdekte ik LX matten, heet het. En dan kan je dus gewoon op maat allemaal leuke matten kiezen. Allemaal leuke patronen. We hadden voor deze gekozen. Volgens mij heet die iets van de Red Salmon. Het zijn eigenlijk een soort tijgerstrepen. Tijgerpatroon met roze en rood. En we vonden dat wel heel leuk passen. Omdat de hele hal natuurlijk roze en rood is. Ja, let nu even alsjeblieft niet op de troep. Maar ik laat gewoon even zien hoe het is. Namelijk zo. Toen dachten we hoe leuk om deze erbij te doen. En dan gaan we hem natuurlijk nog even op maat snijden. Dat hij daar zo in past. Dus daar moeten stukjes van af. En dan hebben we nog een paar matten. Die kan je gewoon kant en klaar bestellen. Dus die zijn dan niet op maat. Dit is gewoon een standaard formaat. Hebben we hier een mat liggen bij de deur naar de tuin. Vond deze ook helemaal leuk, dit patroon. En je ziet het niet heel goed, maar er zit ook een beetje oranje in. En dat past weer heel goed bij de gordijnen en bij de muren. En dat lichtblauwe natuurlijk ook. En dan hebben we hier, familie Crocs, hebben we hier bij de keuken gekozen voor een groene mat. Vonden we ook helemaal leuk, omdat de keuken natuurlijk groen-blauw is. Stond deze juist wel weer leuk in de keuken. Maar ja, ik vind normaal een deurmat helemaal niet mooi. Maar dit, jongens, dit is toch waanzinnig. Dit is dus absoluut geen spon, maar je moet echt even op hun site kijken, want ze hebben echt zoveel leuke patronen. Oh ja, waar ik nog even op wilde terugkomen, want ik weet nog dat ik vorige vlog volgens mij, sloot ik af met dat hele borstvoedingsgedoe. Maar mensen hadden dat toch verkeerd geïnterpreteerd, want heel veel mensen zeiden van, ja, misschien krijgt ze niet genoeg uit jouw borst en is ze daarom gefrustreerd. Maar het probleem is dat ze niet eens aanhapt. Dus het is niet dat zij even probeert en het er dan niet uitkrijgt. Nee, ze gaat gewoon als een soort wilde met haar mond open en dan weer dicht zo rond mijn tepel bewegen. En dan helemaal boos en huilen. En ze hapt dus niet aan. Dus ze krijgt er überhaupt niks uit omdat ze niks niet aanhapt. En zodra we dan een flesje in haar mond stoppen, dan gaat ze gewoon als een gek helemaal zo drinken en drinkt ze in één keer die fles leeg. Dus daarom weet ik dat het wel echt, ze heeft honger. Maar het lijkt net alsof ze niet meer kan bedenken hoe ze aan die tepel moet zuigen. Nou, dus dat is de issue en dat is er dus nog steeds. En de ene dag is het gewoon echt een paar keer achter elkaar.
En dan de andere dag is het alleen in de avond. Dus ik heb inderdaad mijn lactatiedeskundige gebeld. En die komt over een paar dagen hier langs. Dus ik hoop dat ze dan ook op moment suprême, Coco, dan dat ook doet. Zodat ik kan laten zien, ja, wat haar gedrag is. Maar ik moet het misschien filmen, dat is een goeie. Ja, dan kan ik het laten zien. Ja, dat ga ik doen. Maar dus ik kreeg allemaal tips over, heel lief, van dat mensen dus dachten van, oh, ze krijgt niet genoeg uit je borst in de avond. Maar dat is dus niet het probleem. Nee, nee, nee. Nou, we zijn lekker aan het kokerellen. Een heerlijke aspergesoep. Ja, we. Oké, jij. Ja, ik ben aan het opwarmen, hè? Let's be honest. Ik vind het zo chill dat we nu weer elektrisch koken. Want in het huis, niet het vorige huis wat we zeg maar tijdelijk hadden, maar daarvoor, toen kookten we op gas. Ons vorige kookhuis. Ja. Klopt, en ik vond dat op zich prima, maar eigenlijk vind ik elektrisch toch wel, het is sneller. Ja, plus. En je kan het heel mooi controleren. En dat vind ik fijn, want je onthoudt zeg maar van, oh ja. Dus bijvoorbeeld het soepje laat je dan bijvoorbeeld op 5 of op 6. En dan weet je gewoon van, oké, hij gaat niet overkoken. Dat soort dingen onthoud je dan allemaal. Dat vind ik er heel handig aan. Plus deze afzuiger is ook waanzinnig. Want hij zit dus niet meer in het plafond. Maar gewoon in het fornuis. Nou, ik vind dat zo'n uitkomst. Want meteen gaat alles zo woep. Verdwijnt hierin. En deze ga ik echt voor elkaar. Altijd als wij gaan eten, gaat zij piepen. Of dat nou om 6:30 is, om 5:00 of om 3:00 middags. Altijd. Maakt niet uit. Wat is er? Ja, wat is er dan? En ondertussen hebben we lekker de oven aan met een aardappelgratin. En een lasagne. En wat ook echt top is, dat dit een combi is. Het is een magnetron. En een oven. En je hebt echt super veel verschillende functies. Je hebt zelfs een pizza functie. Nou, echt waanzinnig. Deze gebruiken we echt elke dag. En dan hebben we hier ook nog een stoomoven. En een gewone oven. Het was jullie denk ik niet ontgaan wat voor bende het in de keuken was. Dat ben ik nu even allemaal aan het inruimen in de vaatwas. En ik was heel benieuwd. Want in deze keuken zijn alle apparaten van AEG. Die hebben we gekregen. Echt niet normaal chill. Heel blij mee. Maar ik was dus heel benieuwd of de vaatwasmachine, de afwasmachine, dus ook zo'n rekje voor het bestek zou hebben. Want ik vind dat zo chill. Niet normaal. Veel chiller dan zo'n bestekbak. Hoe noem je dat? Dat je het er gewoon zeg maar in gooit dat het rechtop staat. Dat wordt altijd zo'n soort van chaos. En dan grijp je ook altijd in zo'n scherp mes. Dat hadden we vorige keer. Ook in het vorige huis. En nu hebben we dus dit. En dat vind ik dus de hemel. En eigenlijk wil ik gewoon, maar dat is bijna niet te doen. Maar dat bijvoorbeeld, dat we een logica, nou dat kunnen we eigenlijk wel doen. Een logica krijgen met bijvoorbeeld eerst de vorken, dan de lepels en dan de messen. Dat je dan in één keer gewoon alles zo eruit kan pakken en zo in de la kan doen. Dat zou echt top zijn, maar dan moet je dat allebei natuurlijk consequent doen. Nou, dus ik ga... Ja, lievertje, mama is even aan het opruimen. Ja, schatje, ik hoor je wel. Ik kom er zo aan. Ik ben even de keuken aan het opruimen. Ja, lieverd. Hey. Ik hoop dat als ik dus de hele tijd tegen haar blijf praten, dat ze dan een soort van gekalmeerd blijft. Schatje, ik kom er zo aan. Ik zet hem even aan, de vaatwas. Die doen we op eco. En dan extra silent. Heel chill, want dan hoor je hem gewoon niet. Waanzinnig. En je ziet dan ook een rood lampje op de vloer zometeen. Ja, en dan weet je dus dat hij bezig is. Echt zo handig. Oké, de hele keuken is opgeruimd. Dit is zo'n satisfying gevoel altijd. Helemaal schoon. Ik kreeg trouwens heel veel de vraag waar onze keuken van is. Nou, ik zal het je vertellen, want het is een combinatie. Alle kastjes, dus het geraamte wat je ziet, dat is van IKEA. En dat hebben we laten spuiten in deze geweldige kleur, Harley Green van Little Green. Die knopjes, die hebben we ook online gevonden. Dit matcht helemaal bij de vibe van de keuken. Een beetje dat landelijke, klassieke. Dan het blad, dat is niet van IKEA, dat hebben we op maat laten maken.
Dat is een notenhouten blad. Vonden we prachtige kleur bij de verfkleur. En alle apparatuur is van AEG. Dus de kookplaat, de vaatwasmachine en de stoomoven, wat ook een normale oven is. En dus de oven daaronder met de magnetron. We wilden eigenlijk twee ovens, omdat we dachten, ja, hoe handig als je een keer een feestje hebt en je moet er gewoon allemaal pizza's in knallen. Of je wil bijvoorbeeld de oven tegelijkertijd gebruiken met de magnetron. Dat heb je toch best wel vaak met kinderen, merken wij. Dat we nog iets aan het opwarmen zijn voor onszelf bijvoorbeeld. En dan het hapje van gisteren van de kinderen in de magnetron. En de ijskast, jongens, daar ben ik zo blij mee. Ja, zeggen jullie koelkast of ijskast, maar moet je even kijken. Hij is gigantisch. En nou, hier rechts hebben we gewoon het hele, ja, ik noem dit dus ook ijskast, maar volgens mij noemen normale mensen dit koelkast. Maar hier hebben we dus één en al koelkast. Ik vind het ook super handig hoeveel vakjes er zijn. En hier heb je dan ook nog helemaal ruimte voor lekker wijntjes, hier groenten, noem maar op. En dan hebben we hier de vriezer. En ja, dat is ook heaven om zoveel ruimte te hebben voor je vriezer. Want dan hebben we hier, ja, gewoon eten. Hier hebben we fruit voor in de blender, onder andere. Nou, Wout heeft het weer allemaal bij elkaar gegooid, zie ik. En dan hebben we hier weer pizza's en hier brood en croissants. Hier hebben we lekker ijsjes voor de kinderen. Ik vind het ook heel handig dat alles touch is. Dat voelt ook helemaal, ja, 2023, om het zo maar te zeggen. En als laatste hebben we natuurlijk nog de tegeltjes. Die zijn van Piet Jonker. We werden getipt door Romy Boomsma. Die heeft ook deze tegeltjes in de keuken. Die zei, joh, je moet daar naartoe, naar Piet Jonker. En je kan je lol op daar. Nou, we did it. Nou, lol wat dat het was. Hey. En leuke tip ook. Om hoeveel rij? 1, 2, 3, 4. We hebben 5. 4,5 zie ik nu. De mensen bij Piet Jonker zeiden dat we 5 op elkaar moesten nemen, toch? Dat de meesten doen 4. Ja, we hebben 4,5. We hebben 4,5. Ja, 4 is een beetje lullig. 4 is lullig. Dit zijn tegeltjes van 15 bij 15, denk ik. Nee, kleiner. 10 bij 10? Ja. Ja, en dan is 4 is een beetje lullig. Dan staat het net niet vol, zeg maar. En nu krijg je gewoon een beetje hoogte. Ja. Ik heb trouwens over keuzes en verbouwing, zat ik laatst te denken, zo'n fantastische lijst aan missers die je kan maken tijdens verbouwing. Oh. Ik ga een keer in een vlog delen. Dat is top, ja. Ik zou willen dat iemand mij dat zou vertellen. Ja. De hoogte van je toilet, de hoogte van je wasbak, de hoogte van je keukenblad, deuren, hoe ze open en dicht draaien, klinken, gewoon van die... Nou ja, hè? Andere keer. Nou, leuk. Dat moet je zeker dan even delen in een vlog. Want ik denk dat mensen dat echt heel chill vinden. Wij hadden het ook chill gevonden als we dingen van tevoren hadden geweten. Maar goed, dat is dus onze keuken. En ja, het is een plaatje. Ik ben er zo blij mee. Zo, mag die dan er vanaf nu altijd zo uitzien? Ja, netjes, hè? Oh, dat film je nog. Ja. Ah. Ja, normaal ik was even off-camera tegen jou. Maar... Ja, maar normaal is het echt een troep. Niet normaal. Met kinderen. Normaal. Hallo, M&M's. Hallo, dat hallo. Ik heb het wel even lekker. Ah, lekker. En wil je... Volgens mij... Jezus, hoe gulzig kun je zijn? Doe even rustig. Ja, hallo. Waarom heb ik dan niet genoeg kijken? Hoe gulzig kun je zijn? Ik wil ook graag een decaf koffietje, want ik weet dat jij dat gaat maken. Ja? Ja? Heel lief, dank je. Nee, nu wij zo chill op de bank zitten en Coco slaapt, wil jij één vraag beantwoorden? Want het is weer eens tijd voor dieper. Leuk. Oh, ik had hem andersom. Want we hebben letterlijk de afgelopen maanden alleen maar, ja, het over baby's en kinderen en gezin en helemaal niet meer over... Over seks. Dus het gaat weer even over ons. Hey Coco. Nee, daar hebben we het niet meer over gehad. Dat was een paar maanden geleden. Zeg maar een jaar. Nou, meteen een leuke. Wat vind je van mijn telefoongebruik? Buitensporig.
Ja, het is wel zo nu. En dat van mij ook. Dat van jou ook, ja. Het is bizar, want eigenlijk gaat het met de kinderen heel goed. Die kijken geen tv meer. Nee, en wij... En wij zitten gewoon 24/7 op ons telefoon. Ja, walgeluk. Omdat ik ook dus alles van dit huis ben ik aan het bestellen op mijn telefoon. Ja. Ik denk nu alweer, oh ja, ik moest dat nog bestellen. Oh ja, dat. Oh ja, wasmand. Oh ja, dit. Oh ja, nou. Nah. Ja, die wasmand had ik besteld. Ja, maar bedoel... Ja, ik bedoel nee. Gewoon, we zijn nu weer een folie voor op het badkamerraam. Ja, dat komt niet vanzelf aangewandeld hier. Nee, ik heb precies hetzelfde. Ik ben dan de hele tijd dingen aan het bestellen voor de kinderen, voor het huis. En we zitten gewoon inderdaad... Net in een nieuw huis zijn waar je bepaalde dingen nodig hebt nog. Ja, loop je door het huis en denk je, oh, ik mis een... As we speak, denk ik ineens... Een tweede prullenbak. Ah, die heb ik gisteren weer besteld, ja. Misschien moeten we gewoon vanaf nu... Na 8 uur 's avonds geen telefoon meer doen. Eigenlijk gewoon na... Ja, maar als de jongens naar bed zijn, wil je even op je telefoon kijken en dingen doen. Ja. Het ligt er ook een beetje aan of de jongens wel of niet naar de crash die dag zijn geweest. Nou, als de jongens naar de crash zijn geweest, mag het eigenlijk helemaal niet. Nee. Dan heb je de hele dag de tijd gehad om op je telefoon te zitten. Dan moet, als de jongens om 5 uur, halen we ze meestal op. Je moet vanaf 5 tot 8 gewoon geen telefoon, nul, niet. Ja. Tenzij je gebeld wordt, maar dan... Hoor je ringtoon, dat is echt heel belangrijk. Ja, ringtoon. Ja, hoe noem je dat? Daar gaat die over. Ja, nee, inderdaad. Nou, nog een vraag. Nou, wanneer... Het brengt veel los wel. Ja, het brengt zeker veel los. Hé, lieverd, praten we zo hard? Ja. Wanneer had je mij nodig en was ik er echt voor je? Nou, ik weet al meteen mijn antwoord. Ja, ik ook. Maar... Tijdens de bevalling. Ik heb dit nog niet verteld. Toen had ik jou mega nodig. En toen was jij er dubbel en dwars voor mij. Ah. Ja. Ah. Ah. Nee, oprecht. Ik had het. Ik ga nog het hele bevallingsverhaal heb ik al in de podcast verteld. Maar nog niet alles. Zeg maar, er zijn nog wat details. En dat gaan Wout en ik binnenkort weer opnemen. Net als vorige keer. Oh ja. En dan kunnen jullie wel zien dat Wout er echt weer voor mij was. Dat was echt heel fijn. En wanneer was ik er voor jou? Voor mij ben je er de afgelopen tijd vooral geweest. In mijn struggle met werk, gezin en nieuwe dingen proberen. Eigenlijk, dat is het afgelopen jaar zeg maar wel een beetje een thema geweest. Dat ik niet helemaal zeker meer wist of ik echt nog veel modellenwerk wilde doen. Veel weg wil zijn. Nu Coco er is dat weer een groot vraagteken geworden eigenlijk. Of ik het wel echt nog wil. En je hebt niet gezegd van stop er maar gewoon mee. Want we hebben daar best wel een serieus stevig gesprek over gevoerd. Ja. Omdat het eigenlijk bijna niet te doen is. Omdat jij en je eigen werk hebt en dieper. Ja. En dan ben ik ook nog eens weg. En hebben we ook nog eens 3 kinderen. Waarvan Wolf en Luca dan wel ook naar de crash kunnen. En natuurlijk kunnen we oppas regelen om jou te helpen. Maar het is niet ideaal, laat ik het zo zeggen. Nee. Het is best wel pittig. Maar je hebt niet gezegd van stop er maar mee. Jij zegt dan van we gaan er alles aan doen om het te laten werken als je dit echt heel graag wil. Ja. En dat, daar ben je er dus voor mij. Dat, maar ook als ik nieuwe dingen wil proberen, bijvoorbeeld bij Velo fietsen. Of sterk met Wout. Ik heb best wel wat dingen geprobeerd de afgelopen tijd die ik gewoon heel leuk vond. Maar je moet dingen ook proberen om erachter te komen of dat het is voor jou. Ja. Dan ben je er voor mij. Nou, wat lief van je. En wat het ook is, je steunt me echt, wat het ook is. Je laat me ook helemaal vrij om te doen wat ik leuk vind. Want eigenlijk als ik gelukkig ben, ben jij gelukkig. En dat is voor mij geldt dat andersom ook. Ja, vice versa ook. Ik vind dat het eigenlijk het allerbelangrijkste en mooiste in onze relatie. Dat we elkaar echt vrij laten. Ik durf met mijn hand op mijn hart te zeggen. Dat wat jij ook gaat doen, echt serieus wat het ook is. Dat ik denk dat ik je altijd zal supporten. Nou, wat lief. Moet ik zo zeggen hebben dat... we het nog helemaal zo laat op de avond zulke diepe gesprekken. Er zijn wel grenzen. Oh ja? Nou ja, op de wallen hoeft van mij niet. Zeg maar, er zijn wel grenzen. Nou, die gaan weg dus. Heb ik mazzel? Heb jij mazzel? Nou. Goedemorgen, het is moederdag. Ik had een hele leuke start, want Wout die bracht ontbijt op bed. En toen gingen we met alle kids lekker in bed koffie drinken, ontbijten. Helemaal gezellig. En nu zijn de ouders van Wouter net. We gaan even tompoesen eten en lunchen zo meteen. Ik heb al een geweldige verrassing gekregen van Wout, want er werd aangebeld. En toen kwam er zo'n ballon. Even kijken waar die is. Oh nee, hebben de jongens... Oh, achter me.
Achter me is de ballon. En ja, ik kan hem niet echt van dichtbij laten zien. Want de jongens die staan er heel groot met hun gezicht op met mij. En er zat ook een heel lief kaartje bij. Dus ik ben al helemaal verwend. En zo grappig. Gisteren zei Wout. Ja, door alle hectiek en chaos hier thuis heb ik gewoon helemaal moederdag vergeten. Niks gedaan, niks gekocht. En toen dacht ik, nou, vind ik eigenlijk best jammer. Dus toen was ik helemaal zo'n teleurgesteld, had ik zo'n teleurgesteld gezicht. En Wout helemaal, ja, sorry, sorry. Dus ik had echt niks verwacht. Dus toen hij, zeg maar, vanochtend met dat ontbijtje kwam. En net kwam die hele ballon binnen en een bos bloemen. Deze mooie bloemen van hem gekregen. Nou, ik was toen helemaal verrast. Want ik, ja, ik had het gewoon echt niet zien aankomen. Dus nou ja, dat is eigenlijk nog leuker. Kijk nou, van de jongens voor moederdag. Deze heeft Luca gemaakt. En deze heeft Wout gemaakt. Wout Wolf. Ik hoop niet voor Wout dat hij zo schildert. Wie weet. Zo, we zijn alweer toegekomen aan de lunch. En ik ben een heerlijk soepje aan het maken. Broccoli, spinazie, noem maar op. Eitjes ben ik aan het koken. Nog even de broodjes in de oven. En dan zijn we helemaal check. Nou, kijk eens wat Wout heeft gekocht speciaal voor moederdag. Broodjes voor in de oven. Helemaal leuk. En we hebben een heerlijke lunch. Ta-ta-da. Dat gaat goed, jongens. Dat kunnen jullie al goed, hè? Die eitjes pellen. Super. Ik heb net een pakketje binnengekregen. Totaal een verrassing. Van verder en verder. En daar zit in... Oh my god, zo leuk. Kijk nou, een kettingje met de initialen van al mijn kinderen. Wolf, Luca en Coco. Nou, dat is wel echt heel cute. Nou, de ouders van Wout die zijn weer weg. We hebben het super gezellig gehad. We gaan nu even nog chillen in de tuin. We gaan ook straks even lekker pizza halen. Ik heb echt geen zin om te koken. Dus dan gaan we gewoon met het hele gezin naar het pizzeriaatje lopen. Helemaal leuk. En dan... ik denk dat we niet daar gaan eten. Ik denk dat we het gewoon in de tuin gaan eten. Nou ja, we zien het wel even ter plekke. Oké, we hebben net het campingbedje in de kamer van Coco gezet. Check dit. Want de jongens die zijn zo aan het keten. Dat is gewoon niet normaal. Die gaan gewoon elke keer, nou ja, soms wel tot 10 uur 's avonds gillen, lachen, gewoon met elkaar praten. Ze hebben de grootste lol. En aan de ene kant denk je, oh wat heerlijk. Maar aan de andere kant denk je, nee, jullie moeten nu slapen. Anders zijn jullie morgen niet te genieten. Dus Wout en ik gaan dan heel vaak 's avonds nog naar ze toe. En dan zeggen, jullie moeten echt stil zijn. Maar het lijkt gewoon niet te helpen. Ik denk ook dat het komt dat we natuurlijk net verhuisd zijn. Nieuwe crash, een zusje. Er zijn zoveel... nieuwe, ja, veel veranderingen in hun leven. Dus we hebben zoiets van, we gaan ze vanavond even uit elkaar laten slapen. En kijken hoe dat gaat. Dus ik weet nog niet of Wolf of Luca in dit bedje gaat. En of dat gaat helpen. Ik ben benieuwd of ze dan meteen gaan slapen. We will see. Maar ja, ik weet niet. Het is gewoon niet te doen met die twee. Niks helpt. We gaan dan echt dreigen met, nou, morgen krijgen jullie geen ijsje. Weet je wel, dat soort dingen. Of we pakken nu jullie speen af als jullie nu niet stil zijn. En ze gaan maar door. Echt gewoon... Dus dit is wel even een top tijdelijke oplossing. Want ik vind het wel echt heel leuk dat ze samen op een kamer slapen. En dat vinden ze zelf ook helemaal fantastisch. Dus het liefst wil ik dat gewoon zo houden. Maar ja, ik merk ook dat ze gewoon hun slaap nodig hebben. Dus we gaan even dit uitproberen. Ik ben benieuwd. Dit kreeg ik gisteren. Ik had gisteren wat dingetjes besteld bij de H&M. Of tenminste binnengekregen. Waaronder dit leuke dingetje voor bijvoorbeeld zo boven de commode. Vond ik wel heel cute. En twee hele leuke wasmanden. Kijk. Op even naar de waskamer. Namelijk deze. Die wil ik voor de kamer van Coco gebruiken. Super leuk met die strepen. En dan loop ik even naar de jongenskamer. Want daar staat de andere wasmand. Dat is exact dezelfde, maar dan met geel-witte strepen. Nou, ik vind dit echt helemaal leuk.
En hij is ook super groot. Er kan echt lekker veel in. Want je hebt ook nog zo'n dit, weet je wel. Wat helemaal dan omhoog kan. Ja, goede aankoop. Hoe leuk, want dit is het uitzicht van de jongens hun kamer. Dat is toch waanzinnig. Een soort bos. Oh, dit zijn hun all-time favorite knuffeltjes. Echt hun lievelings, al vanaf geboorte. Maar ik moet ze echt eens even gaan wassen. Ik heb ze al zo lang niet gewassen. Maar volgens mij vinden ze dat nooit zo leuk. Want dan ruikt het niet meer zo muf. Ik weet zelf ook nog als kind, dan wil je die specifieke geur ruiken. En die gaat er natuurlijk uit met de wasmachine. Zo, we hebben een lekker pizzaatje gehaald. Hey, lekker, lekker. Ik wil de patat, maar ja. Ik wil de pizza. Wie heeft de broek aan? Joejoe. Wie heeft vanavond de broek uit? Joejoe.